We kunnen natuurlijk wel af en toe heel kritisch zijn over het Nederlands voetbal, Harry. Ja. Maar we staan er toch best wel goed op. Ik heb zitten kijken naar de loting. Voordat we uiteindelijk bij die loting aankomen voor de Champions League, waren daar toch de huldigingen voor Europese voetballers van het jaar. Mensen die op bepaalde linies het beste waren van dit jaar. En dan zagen we toch een Frenkie de Jong en dan zagen we toch een Virgil van Dijk. Dat ik bij mezelf dacht, wauw. Ja, ja. En dat mag je zeker zeggen. Want dat is... Nou, heel veel cooler dan dat komt het niet gewoon. Nee. Is dat cool als een komkommer? Is me dat stijl? Is dat geweldig? Maar ik had het toch niet verwachten, Harry? Want kijk, ik vind Virgil van Dijk een kei. Ik vind het een rots. Ja. Ik vind het een icoon. Ik vind het een rotsblok waar je tegenaan loopt. Maar die man is gewoon ongelooflijk goed. Kan in alle linies gewoon goed acteren. Hij heeft een mooie paas en een goede kop erop. Mentaliteit oké. Okay. Maar dan heb je daar nog een Messi en een Ronaldo en noem het allemaal op. En wie gaat er met de titel vandoor? Hij en terecht. Volkomen terecht. Want als er een moment was geweest, zoals nu, om eindelijk eens een verdediger in het zonnetje te zetten, dan was dat nu. Want hij is met Liverpool tweede geworden. En hij heeft de Europa Cup gewonnen. Ja. En dat hebben zij niet gedaan. Nee, Messi en Ronaldo. Nou, dus als er nou eindelijk eens een moment was om eens een andere speler eventjes die prijs te geven, dan was dat nu. En terecht. En voor Nederland. Wat een moment. Wat een moment voor Nederland. Want heeft Nederland wel in de gaten wat zich daar afspeelde? Daar zit Virgil van Dijk. Die zit naast Messi. En die zit naast Ronaldo. We zijn er. Het allergrootste wat er is op voetbalgebied. En dan Frenkie de Jong er ook nog bij. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou. En dan zeggen we gewoon... En de winnaar is... Virgil van Dijk! En Messi! Ja, alleen dit dan. Ja, in Liverpool hebben ze een liedje voor hem gemaakt, hè? Ja, fantastisch dit. Je moet je horen. Dit is toch... Luister even. Dat is toch echt ongekend. Maar is hij ondertussen in Liverpool nog meer gewaardeerd dan hier in Nederland? Ik denk het wel. Ongelooflijk dit. En als je zo'n eigen song krijgt daar, wat bijna geen enkele speler heeft. Ja, jongen, dat is... Goeie god. Wij hebben helemaal niet in de gaten hoe groot deze jongen is. En we doen er in Nederland maar achterloos over. Ja, het Europese voetballer van het jaar. Pardon? Dat is gewoon te gek!